Goedemorgen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Peter, achternaam Kits. Ik woon in Harlingen en mijn vrouw en ik zijn vanaf oktober 2015 gelovig lid van deze gemeente. Ik wou deze dienst beginnen met een vraagje aan jullie en hoef je alleen maar even kort je hand op te steken. Mijn vraag is: wie heeft ooit wel eens gehoord of gezongen lied 52 uit de bundel van Glorieklokken, oftewel De stad met paarlen poorten? Geweldig, geweldig. Ik zie vele handen. Ik heb uw handen gezien, broeders en zusters. Een van de coupletten in dat lied, en ik heb erop gelet, ik heb als ik thuis werk altijd de radio aan, op Grootnieuwsradio non-stop. Maar dat lied hoor je bijna dagelijks wel voorbij komen. Dan is het ook nog zo dat de versie van moderne versie klinkt heel anders als die van bijvoorbeeld het Urkermannenkoor. Maar de tekst is er niet minder om. Een van de coupletten uit dat lied, dat luidt: schoon te huis voor moeder pelgrims, komend uit de zandwoestijn, waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. Dat couplet gaat over onszelf. Want wij zijn in het aardse leven, zijn wij op reis naar het beloofde land. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Wij zijn op weg naar het koninkrijk van God, wat zijn uiterlijke vervulling zal hebben in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuw Jeruzalem. Mijn spreekwoord heeft vandaag dan ook als titel: De stad van God, dubbele punt, het einddoel van ons geloof. Ik wil twee teksten uit de schrift met u delen over die mooie stad. De eerste teksten staan in Hebreeën hoofdstuk 11 en daarna gaan we naar Openbaring hoofdstuk 21. Ik lees uit de NBV 21. Als u zelf een andere vertaling leest, dan zult u dat ongetwijfeld kunnen volgen. Ik lees uit Hebreeën 11 en dan lees ik vanaf vers 8. En daar staat: door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten. En dan komt dat, als u de behoefte heeft om teksten in uw Bijbel te onderstrepen, dan zou ik zeggen: onderstreep wat hier staat, want er staat: omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Dan gaan we even vanaf vers 13. Zij allen zijn in geloof gestorven, wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En dan komt dat, en dit is zo'n mooie tekst uit Hebreeën 11. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden, en heeft hij voor hun een stad gereed gemaakt. De rode draad die door heel Hebreeën 11 loopt, dat is het uitzicht op het nieuw Jeruzalem. We gaan naar Openbaring hoofdstuk 21. Ik lees vanaf vers 1. En daar staat: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Zie, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken, staat de vertaling zegt, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Dan slaan we even één vers over, want daar gaan we het niet over hebben vandaag. Eén van de zeven engelen met de offerschalen, die gevuld waren met de laatste zeven plagen, kwam op mij af en zei: Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering en hij nam mij mee naar een hele hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Tot zover. Wist u dat heel lang geleden, duizenden jaren geleden, voordat de hemel en de aarde er waren, dat u al bestond. Ja, niet in het echt zoals u nu hier zat. Maar duizenden jaren geleden, voor de grondlegging der wereld, voordat God begon met scheppen, kwam u al voor in zijn vaderhart en bestond u al in zijn plannen. Toen kwam u al voor in het hart van God. Nog voordat hij begon met scheppen, schreef hij een heel mooi boek, het boek des levens. En in dat boek staan uw namen van voor de grondlegging der wereld al gegraveerd. Dus wij bestonden al in de plannen van God voor de schepping. En dat hij de hemel en de aarde schiep, was ook voor ons als een woonplaats waar wij kunnen leven, waar wij kunnen functioneren. En toen kwam de tragie, de zondeval. Maar de zondeval heeft God niet kunnen weerhouden van zijn plannen. Want wat hij met ons voor ogen heeft, dat zal gebeuren. En daarom zegt Jezus, de hemel en de aarde gaan voorbij, maar mijn woorden geenszins. En daardoor heeft God geschapen een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. En daardoor schaamt God zich er niet voor dat hij onze God is. Als we in de moeilijkheden zijn, als we in de problemen zijn, als de druk van het aardse leven ons te veel wordt en we het allemaal niet meer kunnen volgen, dan ziet God nog steeds ons in het verlengde van zijn plannen vanaf de grondlegging der wereld. Dan ziet hij ons nog steeds in de toekomst in het Nieuw Jeruzalem. En die plannen heeft hij voor ogen en die plannen die zullen vervuld worden. Want hij ziet ons al in het verlengde in zijn eeuwig koninkrijk. Als het gaat om de stad van God, dan komen we dat in de Bijbel drie keer tegen. We hebben het aardse Jeruzalem, we hebben het hemelse Jeruzalem, we hebben straks in de eeuwigheid op de nieuwe aarde en de nieuwe hemel het nieuwe Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem, dat is eigenlijk de stad waar heel veel om te doen is. En het is de stad die zijn hoogtepunt heeft gehad in de dagen van koning Salomo. Toen eigenlijk de koningen van de hele aarde, als voorbeeld ook de koningin van Sheba, de koningin van het zuiden, die kwamen allemaal naar Jeruzalem om geraadpleegd te worden, om de wijsheid van koning Salomo te horen. En het regeringschap van koning Salomo is eigenlijk een heenwijzing, een voorafspiegeling van het duizendjarig vrederijk. Wanneer de Heere Jezus, als hij teruggekeerd is op de aarde, zal hij vanuit Jeruzalem, zal hij 1000 jaar regeren over deze planeet. En Jeruzalem zal het middelpunt zijn, de navel van de aarde. Dan is er een andere stad, die ook de stad van God is. Die stad is nu vandaag in de hemel. Dat is het hemelse Jeruzalem.
Hebreeën 12 zegt dat in het hemelse Jeruzalem, er is een plechtige vergadering van eerstgeborenen. Daar zijn de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. Daar zijn met andere woorden, degenen die gestorven zijn, die hebben hun intrek genomen daar in de hemel. Daar is God de rechter. En daar is Jezus de middelaar van het verbond en het bloed der besprenging. Dus in het hemelse Jeruzalem, daar is de troon van God. Daar is de hemelse tempel. Er is de Heer Jezus Christus die gezeten is naast de rechterhand van de Vader. En in dat hemelse Jeruzalem staat maar één boodschap centraal. En dat is de boodschap van het bloed van Jezus. De boodschap van het volbrachte verlossingswerk waarmee hij door de hemelen is gegaan. En heeft aangebracht bij de troon van de Vader naast wie hij zit. In het hemelse Jeruzalem staat Jezus Christus centraal naast de rechterhand van God. Maar het hemelse Jeruzalem, anderen noemen het ook al soms het paradijs, maar dat is de plaats waar gestorven nu heen gaan als zij overleden zijn. En dan hebben we uiteraard nog die mooie stad, die stad met paarlenpoorten en straten van goud, waar God zelf zal wonen, waar we zijn aangezicht eeuwig zullen zien. Dat is de stad die met kop en schouders boven het aardse en boven het hemelse Jeruzalem zal uitstijgen. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Daar naartoe zijn wij op weg. Wat is het einddoel van ons geloof? Waar zijn wij nou mee bezig? Waar gaat het nou naartoe? Er zijn verschillende fases in te ontdekken. Het is natuurlijk zo, het einddoel van ons geloof, dat zegt Petrus ook, dat is de zaligheid van onze ziel. Wanneer wij sterven, dan verlaat onze ziel ons lichaam, maar het is niet het einde. Dat is een nieuw begin, want dan neemt onze ziel zijn intrek bij God in de hemel. Maar dat is niet het einddoel. Wanneer wij naar de hemel zijn na ons overlijden, dat is eigenlijk is de hemel is niets anders als de wachtkamer op de opstanding ten leven. En dan op die dag zal de bazuin klinken en dan zullen de graven geopend worden en dan zullen de rechtvaardigen opstaan en de gemeente zal in een ondeelbaar ogenblik, een fractie van een seconde, erachteraan gaan, de Heer tegemoet in de lucht. Maar ook dat is niet het definitieve einddoel. Want er komt nog het duizendjarig rijk, er komt nog het oordeel. Het uiteindelijke einddoel, dat is wanneer er sprake zal zijn van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. En dat is dan hebben we een verheerlijk lichaam en dan zullen we daar ontvangen ons eeuwig erfdeel. Onze erfenis die weggelegd is in het koninkrijk van God. Dat is uiteindelijk het ultieme einddoel van ons leven, maar het is eigenlijk het begin. En soms zegt men wel eens, opstanding ter doden is ten laatste dagen, maar ik vind een veel mooiere omschrijving, vind ik ten jongste dagen, want het is het begin van iets geheel nieuws. En na dat nieuwe zal nooit een einde meer komen, dat zal nooit ophouden te bestaan. Er zal een dag komen in de eeuwigheid dat we waarschijnlijk zullen vergeten wat we hier ooit op aarde hebben meegemaakt. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat betekent dat dan voor ons in het dagelijks leven? Abraham treurde omdat Sara was overleden. En hij zegt letterlijk tegen de Hethieten wanneer hij een graf moet kopen voor Sara. Dan zegt hij letterlijk, ik ben een vreemdeling en een bijwoner. En dan zeggen de Hethieten tegen Abraham, u bent een vorst van God in ons midden. Andere vertaling zegt, wij beschouwen u als een God, als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Dus Abraham, Isaac en Jacob, zij waren vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. En Abraham kon dat ondergaan omdat God hem al lang het nieuw Jeruzalem had laten zien. Maar hoe onderging hij dat? Met koninklijke waardigheid. Hij straalde de waardigheid af van een koning. U bent als een vorst in ons midden. Hij leefde als een koning. Als wat voor een koning? Als een koning der gerechtigheid. Hij leefde als iemand die wandelde met God. En dat werd in zijn omgeving werd dat opgemerkt. Hij was een vreemdeling. Hij ging niet mee in de rituelen en gewoontes en afgoderijen van de volkeren waarin hij leefde. Maar het werd onderkend. Het werd herkend. Want zij zeiden, u bent als een vorst, een door God gezonde vorst in ons midden. Laten wij dat ook zo zijn. Wij zijn niet van deze wereld, wij behoren de wereld niet toe, maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. In Christus zijn wij eigenlijk ambassadeurs, vertegenwoordigers van het komend koninkrijk.
Soms kan dat een spanningsveld geven. Aan de ene kant verlang je naar om bij de Heer te zijn. Aan de andere kant sta je nog steeds midden in het dagelijks leven. Paulus die zegt zelfs, ik voel me een beetje heen en weer geslingerd. Dat zegt hij tegen de Filippenzen. Hij zegt, ik voel mij aan twee kanten getrokken. Aan de ene kant zegt hij, heb ik het verlangen om bij de Heer te zijn, om te sterven, om bij God mijn intrek te nemen. Maar dan zegt hij aan de andere kant, het is nodiger om uwentwil dat ik blijf. Dus Paulus herkende heel diep het verlangen dat hij had om bij de Heer te zijn. Maar dat ontsloeg hem niet van zijn verantwoordelijkheid die hij had naar de gemeente. En daarom zei hij, het is eigenlijk beter voor jullie dat ik voorlopig nog niet doodga, want jullie hebben mij nodig. Petrus was aan het eind van zijn leven gekomen, in zijn brieven herken je iets soortgelijks. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, zei hij tot de apostelen dat ze moesten wachten. Waarop? Op zijn komst? Nee, op de komst van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, ik weet niet of dat wel eens heeft ontdekt in de Bijbel, maar de Heilige Geest is onderpand van de erfenis. Zo staat dat letterlijk in Efeze. De Heilige Geest is eigenlijk het voorschot op datgene wat ons te wachten staat in het Nieuw Jeruzalem. En de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, zal u de toekomst verkondigen. Welke toekomst? Een stevige Bijbelstudie over de eindtijd? Nee, de toekomst in het Koninkrijk van God, in het Nieuw Jeruzalem, de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Dus met andere woorden, we staan hier midden in de ellende van het dagelijkse aardse leven. Het wordt er niet leuker op allemaal. Maar wij weten dat God ons aan het voorbereiden is op zijn Koninkrijk, omdat hij de Heilige Geest heeft gegeven in ons leven als voorschotje op datgene wat gaat komen. Een heel bekend verhaal, en dat kent u denk ik allemaal wel, dat is het verhaal van Martha en Maria en Lazarus. Martha en Maria sturen de boodschap naar Jezus, die u lief heeft, is ziek. En Lazarus overlijdt. En dan komt Jezus in dat dorpje en ze zijn vol verdriet. Heer, als u hier geweest was, was het niet gebeurd. Ja, dat is zo herkenbaar. Heer, ik heb het zo moeilijk. Waar bent u eigenlijk? Ik mis u zo. Ik herken u niet meer. Ik ben het een beetje kwijt. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt hij, uw broeder zal opstaan. En wat zegt Martha dan? Ja, hij zal opstaan aan het einde der dagen. Hij zal opstaan ten jongste dagen, zegt de MBG. Eigenlijk vind ik nog dat getuigt van grote klasse. Dat Martha in het verdriet over het overlijden van haar broer Lazarus, dat ze kan zeggen, hij zal eens opstaan uit de dood. Dat is geweldig als je die troost hebt. Die troost hebben wij ook. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En dan wekt hij Lazarus op. Dus wat de Heer Jezus eigenlijk doet, is dat hij het toekomstige hel plaatst hij in één keer in de tegenwoordige tijd. Dus met andere woorden, het toekomstige hel dat gaat komen is niet iets waarvan wij alleen maar dromen. Natuurlijk mogen we daarvan dromen, want het is zo mooi dat het onbeschrijfelijk is waarschijnlijk. Maar Jezus geeft ons daar nu al een voorproefje van, want nu is hij bezig om ons te veranderen. Nu is hij bezig om ons te kneden en te vormen naar zijn beeld. Ik heb ooit eens een keer iemand horen zeggen, heel lang geleden, en die zei, als we later in de hemel zijn, dan hebben we elkaar lief en kunnen we van elkaar houden. En toen dacht ik bij mezelf, als jij er zo over denkt, moet je heel ernstig afvragen of je de hemel eigenlijk wel binnengaat. Want als wij hier in het aardse leven niet van elkaar kunnen houden en elkaar niet kunnen liefhebben, dan ben je eigenlijk helemaal niet geschikt om die hemel en het koninkrijk van God binnen te gaan. En hoe worden wij geschikt gemaakt en gereed gemaakt om zijn koninkrijk binnen te gaan? Omdat de Heer ons vandaag voorbereidt en vormt en ons eigenlijk op elkander slijpt, zodat wij elkander lief hebben en elkander vergeven en elkander omarmen. En zo bereidt hij ons voor op het eeuwig leven. En dan komen die laatste hoofdstukken van de Openbaring. Ik denk wel eens, als we later bij God zijn, dat is eigenlijk de grote reunie. Het is een feest van herkenning. Het is een feest van erkenning. We zullen God werkelijk zien zoals hij is en daar kunnen we ons geen voorstelling van maken.
En we zullen later ook al bij ons na ons sterven trouwens, zullen we de geliefden ontmoeten die ons zijn voorgegaan. Dat zal één grote hereniging zijn later in de hemel en in het Nieuw Jeruzalem. Het zal een feest zijn van erkenning, want we zullen volledig bevrijd zijn van alles wat hier op het aardse leven gebeurt. Als er één plaats is waarop we ooit zullen beseffen wie we zijn in Christus, dan zal het wel daar zijn in de hemel. Daar in het Nieuw Jeruzalem. Geen zonde, geen pijn, geen ziekte, helemaal niets. En dan komt het zo mooi. Dan klinkt die stem, zie, ik maak alle dingen nieuw. Al het oude, het is voorbij. Het wordt weggevaagd uit de herinnering. Het zal nooit meer terugkomen. En dan klinkt er een luide stem. En dan staat er, het is geschied. Het is voltrokken. Het einde van de wereldgeschiedenis. Gods plan is tot vervulling gekomen. Jezus die zei, toen hij in zijn bloed de zonde had overwonnen, zei hij aan het kruis, het is volbracht. En dat het is volbracht werd door de Vader geaccepteerd. En dat het is volbracht is onze vrijbrief om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Maar eigenlijk is dat het is volbracht is het begin en de ultieme voltooiing die komt wanneer dan de Vader zegt, het is geschied. Het is voltrokken, het is zover. Mijn koninkrijk, mijn stad is gereed en jullie kunnen daarin binnengaan. Johannes, die krijgt het Nieuw Jeruzalem twee keer te zien. Eerst ziet hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan ziet hij een Nieuw Jeruzalem. En dat vind ik zo'n mooie omschrijving. Er staat bij God vandaan. Dat staat er twee keer. Eigenlijk wordt die stad geboren in en uit het vaderhart van God, komt letterlijk en komt bij God vandaan. Maar dan krijgt hij later, dan komt er een engel naar hem en die laat hem die stad nog een keer zien. Farao, die kreeg twee dromen. Een droom van de zeven magere en de zeven vette koeien. En de droom van de zeven magere en de zeven sterke korenhalmen Aaron. En dan zegt Jozef, die dromen zijn één, maar omdat je tweemaal gezien hebt, betekent dat het vaststaat en dat God zich zal haasten om het te voltooien. Johannes kreeg het Nieuw Jeruzalem tweemaal te zien, want dat het Nieuw Jeruzalem zal komen, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen, is een voldongen feit en staat vast. En wij denken soms wel eens, Heer, waar blijft u? Maar God is eigenlijk in ijver ontbrand voor Israël, voor de heidenen, dat we tot bekering komen. God zal het met haast volvoeren. Het staat vast dat zijn koninkrijk zal komen. De engel die Johannes het Nieuw Jeruzalem laat zien, is niet zomaar een engel. Want die engel die komen we eerder tegen in de openbaring. Dan is er een plechtig moment en dan zijn er zeven engelen en zij krijgen zeven schalen. En die schalen die bevatten de toren en de gramschap van God. En die schalen die worden uitgegoten over de aarde en dan komen er plagen over de aarde omdat God zijn toren over de goddeloosheid uitgiet over de aarde. Eén van die engelen laat Johannes het Nieuw Jeruzalem zien. Misschien is Johannes nog wel helemaal onder de indruk van die krachtige engel die die woede van God uitgiet over de aarde. Maar dan komt diezelfde engel naar Johannes en zegt hij, ik zal je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Want de boodschap die die engel had naar de wereld was de boodschap van toorn en woede van God over de zonde. Maar die boodschap die die engel had naar de gemeente was een boodschap van troost, een boodschap van verlossing, een boodschap van verzoening, een boodschap van bevrijding. Want diezelfde engel laat hem het Nieuw Jeruzalem zien. En dan zie je dat in het Nieuw Jeruzalem, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is alles compleet anders ten opzichte van de maatschappij waarin wij nu leven. Paulus die zegt tegen de Romeinen dat de schepping waarin wij nu leven onderworpen is aan de vergankelijkheid. Maar de nieuwe hemel die zal in dienst staan van de onvergankelijkheid. Simpel gezegd, de aarde, de maatschappij waarin wij nu leven, die staat in dienst van de dood. En het is leven en overleven, maar uiteindelijk regeert de dood. Dat zie je in de natuur, dat zie je in alles. Maar straks
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal de schepping niet in dienst staan van de vergankelijkheid, maar de schepping zal in dienst staan van de onvergankelijkheid. Met andere woorden, de schepping zal in dienst staan van het leven, van het eeuwig leven. Dat betekent een natuurlijk biologisch evenwicht, waarvan ik me totaal niet kan voorstellen hoe dat zal zijn. Er zullen geen natuurrampen meer zijn. Er zullen geen overstromingen meer zijn. Er zullen geen aardbevingen meer zijn. Er zal geen sprake zijn van zware regen met modderverschuivingen of vulkaanuitbarstingen of weet ik veel wat nog meer. Want de nieuwe aarde zal in dienst staan van het leven en niet van de vergankelijkheid. En dan zal ook de economie, het leven daar, zal compleet anders zijn als hier. Ik las laatst een keer een stuk in de krant. En er stond dat wij in Nederland op weg zijn naar een maatschappij waarin 1 op de 4 werknemers een baan heeft in de zorg. 1 op de 4 werknemers heeft een baan in de zorg. In het Nieuw Jeruzalem zijn helemaal geen banen in de zorg. Want er is geen ziekte, geen zonde, geen pijn, geen nood meer. Dus in die stad zijn geen ziekenhuizen. Want niemand wordt ziek. Er is geen EHBO-post, want er gebeuren geen rare ongelukken. Er zijn geen apothekers, want u kunt een glasje thee trekken van de bladeren van het boom des levens en die zullen al tot genezing zijn. Er is geen rechtbank, want we zijn allemaal vrijgesproken door het bloed van Jezus. Er is geen gevangenis en geen politie, want er zijn geen boefjes om te vangen en apart te zetten, want dat is er allemaal niet meer. Er zijn geen kerkhoven, want er zal geen dood meer zijn. Sterker nog, wat er ook niet is, want je gaat Johannes kijken en zegt hij, ik zag geen tempel. Hij ziet die stad Jeruzalem en denkt hij, waar is die tempel? Ik zie helemaal geen tempel. We moeten vandaag naar de kerk. Welke kerk? Er is geen kerkgebouw, want de Heere God is dat kerkgebouw. De Heere God is haar tempel in het Lam. Er is geen zon, geen maan, want het is altijd licht. In de dagen van Salomo staat letterlijk in Koningen dat de zilver werd niet van waarde geacht. Ik denk straks in het Nieuw Jeruzalem wordt zelfs goud niet van waarde geacht, omdat het tegen overvloed is en zal zijn. Straten van goud, doorschijnend, doorschijnend. Niets is verborgen. Als je een wandelingetje gaat maken in het Nieuw Jeruzalem, ziet iedereen wat jou doet, want de straten zijn doorschijnend goud. Maar dat is niet erg, want er is geen schaamte, want er is niets om je voor te schamen. Je straalt alleen nog maar uit de heerlijkheid van God. Een voorproefje wat je ziet is het Joodse volk in de woestijn. Dan zegt Mozes later, jullie schoenen zijn niet versleten en jullie klederen ook niet. Kan je voorstellen dat je straks kleren krijgt en schoenen en die verslijten niet meer? Ik hoop niet dat de zusters dat nou vervelend vinden, want sommige vrouwen hebben soms een inloopkast vol met schoenen en kleren. Maar je krijgt straks kleren van God en die zullen niet meer verslijten. Het zal eeuwig zijn. Kun je je voorstellen dat in Nieuw Jeruzalem, dat 1 keer per week dat de kliko's buiten staan om het vuil op te halen? Nee, want het is geen consumptiemaatschappij waarbij we alles maar weggooien dat we niet meer denken nodig te hebben. Want alles zal compleet anders zijn. Ik denk wel eens als ik straks in Nieuw Jeruzalem ben of op Nieuwe Aarde en ik neem een appel en ik eet die op en ik gooi het klokhuis weg. Dan denk ik dat er daarna een paar dieren komen en die smikkelen en smullen van het klokhuis. En zo hebben zij dan op de Nieuwe Aarde het groen afval weer verwerkt. Zoiets probeer ik me wel eens voor te stellen. Ik weet het niet, we kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Ik zou je persoonlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat er op de Nieuwe Aarde geen dieren zijn. Maar ik zou ook eerlijk zeggen, ik weet het ook niet helemaal precies, maar kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen. Maar het denk vaak, oh, zeg me wel eens, ja, later bij de hemel, dan zijn we er. Maar dat is niet zo. Onze einddoel is de aarde, de nieuwe aarde. En dan komt het Nieuw Jeruzalem, die stad die daalt vanuit de hemel neder, komt bij God vandaan. En dan hangt die ergens tussen de hemel en de aarde. Dat is bovennatuurlijk. De hoogte, de lengte en de breedte zijn gelijk. Als je dat uitrekent, is dat ongeveer 2.500 kilometer. Zoiets als van hier tot aan Athene, heel West-Europa. Dat zijn de afmetingen van die stad. Maar ook nog eens in de hoogte. Dat is compleet door de dampkring. En dat is bovennatuurlijk, want daarin zal de nieuwe geestelijke wereld en de nieuwe materiële wereld zal daarin samenkomen.
En we zullen voor eeuwig en voor altijd zullen we het aangezicht van God zien. Alles wat we nu niet begrijpen, zullen we daar wel begrijpen. Alles wat we nu niet kunnen, zullen we daar wel kunnen. En dan dat niet alleen. Het zal in eeuwigheid en alle eeuwigheden der eeuwigheden, het zal nooit ophouden. En het is belangrijk dat we dat voor ogen houden. Kijk, soms is wel eens het beeld dat de wereld heeft van christenen. Het zijn watjes, het zijn losers. Die mensen die sporen niet. Als wij echt inderdaad, als er geen koninkrijk van God zou zijn, dan hebben die mensen nog gelijk ook, want waar spannen we ons dan voor in? Maar Paulus die zegt tegen de Korintiërs, hij zegt, als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Dat zegt Paulus tegen de Korintiërs als hij het heeft over de opstanding ten leven. Maar wij hebben niet alleen voor het aardse leven onze hoop op Christus gevestigd, want wij hebben onze hoop gevestigd op het nieuwe leven, op het koninkrijk van God, op de eeuwigheid, op een leven dat nooit zal ophouden, op een leven waar nooit en never een einde aan zal komen. Wij zijn niet beklagenswaardigst, de mensen die Christus niet kennen, die zijn beklagenswaardigst. Wij zijn geen losers, de mensen die Christus niet kennen, dat zijn losers. Zijn wij watjes? Nee. Wij zijn meer dan overwinnaars. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Want wij vertegenwoordigen hier onder de zalving van de Heilige Geest het Koninkrijk van God op aarde. Maar de verwachting is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuw Jeruzalem. Ik wil nog één tekst met u delen. U mag hem opzoeken. Dat staat in een heel mooi hoofdstuk, namelijk in hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief. En ik zou zeggen, vergeet nooit en never wat daar staat. Romeinen 8 vers 18. Daar staat. En dat is basisprincipe van ons leven waar wij mee bezig zijn. Daar zegt Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd. En nou komt het. In geen verhouding staat tot de luister. De andere vertaling zeggen de heerlijkheid. Die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Hij ziet een staatsvertaling, zegt het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Wat voor pijn, wat voor verdriet, wat voor ellende er ook is in het aardse leven hier op aarde. Er zal een moment komen dat je in het koninkrijk van God zal binnengaan in het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En dan zal alles wat we hier op aarde hebben meegemaakt, dat zal compleet verbleken. Ter vergelijk met de heerlijkheid die dan over ons geopenbaard zal worden. Als je het nu moeilijk hebt, als je pijn hebt of verdriet, of je voelt je zoals Marten en Maria van hier, waar bent u in mijn problemen? Houd moed, geef niet op, houd vol, blijf bidden, blijf verwachten, blijf de Heer verwachten, want er zal een tijd komen dat je waarschijnlijk op een gegeven moment zal vergeten wat je ooit in het aardse leven hebt beleefd. Die pelgrimgangers, waarover gezongen wordt in lied 52, die zaten 's middags bij de springende woestijn. En ik kan me zo voorstellen dat naast het drinken van een paar druppels water, en ze daar een paar uur zaten, dat eigenlijk de herinnering aan de woestijn langzaam een beetje helemaal vervaagde en verbleekte. En dat ze op een gegeven moment dachten van, hebben wij echt in die woestijn geleefd? Was dat echt zo erg? En dan is dat nieuwe gekomen en dan vervaagt al het oude. Heb het einddoel voor ogen. Alle managementgoeroes zeggen tegenwoordig, heb het einddoel voor ogen, hou de zaag scherp, et cetera. Ons einddoel is het koninkrijk van God. De zaligheid van de ziel, dan zullen we in een nieuw lichaam voor eens en voor altijd en eeuwig met hem leven en met hem zijn. Dat is het einddoel. Daarnaartoe zijn wij op weg. En vergeet dat niet. Houd dat voor ogen en geef de moed niet op. Want er zal een dag komen dat je God zal zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zal ooit zal het zijn dat je compleet verbleekt van, hebben wij echt vroeger op aarde geleefd? Was dat echt zo erg? En dan zal de Heer zeggen, ik zal even de tranen van je ogen vegen. Ik zal je persoonlijk troosten, want het is voorbij. Het zal niet meer geschieden. Wij zijn op weg, broeders en zusters, naar het koninkrijk van God. Wij zijn voorbestemd om straks te leven, om erfdeel te krijgen in het nieuw Jeruzalem. Ik kan me er heel weinig voorstellingen van maken.
Soms denk ik wel eens, Heer, ik wil straks een villaatje in Nieuw-Jeruzalem. En dan nog een vakantiehuisje in het paradijs met uitzicht op de Tempelbeker. Woon ik ook nog aan het water, bij wijze van spreken. Maar ik kan me er eerlijk gezegd niet helemaal een voorstelling van maken. Maar in ieder geval, wij gaan tegemoet een fantastische toekomst. Geef niet op in het aardse leven. Houd vol, want God heeft ons uitverkoren in Christus al voor de grondlegging der wereld. Om voor eeuwig en altijd bij hem te zijn. Amen.